Hey, Karaschik ben je game. We bij een nieuwe episode van Factorio. Ja, in de vorige episode heb ik het allerkleinste beginnetje gemaakt aan de uh, koperverwerking. Ik ga nu dit heel snel uitbreiden alvast. Uh, ik zou het liefst eerst die Under Armour uh, doen. Dan doen we het zeg maar, op de goede, logische volgorde. Uh, maar ik wil dit eerst even doen zodat we aan de slag kunnen met rode science packs. Dat is ook wel fijn namelijk. Uh, en dit zetten we... Ja, het, het is nog maar helemaal de vraag hoe we... Stroomvoorziening gaan doen als we hier uh, Electric furnaces van. Oh, dan kunnen we het eigenlijk hier al tussen zetten tussen de inserters. Dus dat moet wel goed komen. Dus we hebben nu twee uh, stone furnaces. Ik wil eigenlijk meteen aan de slag gaan met het craften van uh, Royal Science packs, dan kunnen we uh, vooruit gaan maken. Dan kan ik alvast wat research doen. Uh, terwijl ik dit allemaal verder bouw, hoef ik dat tenminste niet allemaal met de hand te craften. Ze dus wordt het een tijdelijke setup. Uh, even hier, heel snel hier in de machine En. Even kijken. Ja, ik ga het niet in een chest um, laten komen. Nou, weet je, we doen wel even een buffer chest. Het uh, zou zomaar nodig kunnen zijn. En dan gaan we gewoon even hierheen, heel erg tijdelijk. Want uh, dan zou ik bijvoorbeeld steel processing kunnen gaan researchen. Um, daar hebben we een aantal rode science packs voor nodig. Ja, 50. Dus dat is nogal wat. En ook nog wel wat andere dingen. Nou, niet heel veel. Want de meeste dingen hebben ook uh, groene science specs voor nodig. Maar daar zijn we nog niet helemaal. Maar ja, voor de groene hebben we natuurlijk ook koperverwerking nodig. Oké, okay, dus we hebben nu dit. Het komt bovenaan de band. Dat is eigenlijk niet echt de bedoeling. Uh, omdat het maar een tijdelijke setup is, ga ik het gewoon even bij op één band doen. Uh, en ik ga het ook niet splitten. Maar het is misschien ook wel helemaal niet nodig. Want we krijgen natuurlijk naast deze nog um, een aantal outputs. Nou, ik wil het waarschijnlijk wel op dezelfde manier doen als hier. Dat we van vijf ja, outputs, dus drie hele en twee halve, dat we van dat naar vier outputs gaan. Dat is veel makkelijker te regenen en te splitten. Deze chest zit gewoon helemaal vol. Wauw. Oké, okay, we hebben echt een aardig voorraadje dan. Oh ja, yeah. ik had hier mijn hele st uh, stone mine. Die heb ik even allemaal verplaatst naar boven. Ja, de burn mine, wil zijn weg. Dus ik heb hier gewoon allemaal iron chests met heel veel stone. Uh, die we kunnen gaan smelten, natuurlijk. Maar ik heb het voor nu even hier gezet. Uh, dit begint ook al een beetje op te bouwen nu. Oké. Okay. Um, dus we doen. Ik denk dat dit het beste is eigenlijk. Dus we doen het gewoon zo. En ik hoop dan. Ik denk dat ze op de goede um, kant komen. Oh wow, het is nog heel veel moeite om. Uh, en de dingen zetten. Ik werd een insert. Ja, oké. Okay. Ze komen op de goede kant. Precies zoals ik het wil. En we doen even. Ja, ik ben even kwijt hoe lang. Ik geloof dat het er best wel best veel tijd kostte om deze dingen te craften, dus laten we even beginnen met twee. zenuwmachines. en? Ik heb geen materiaal. Gelukkig hebben we hier alles uh, bij elkaar. En je ziet dat er nu al twee van onze vier banden voor gear wheels gebruiken. Dus dat moeten we vast nog wel upgraden naar acht, als ik het zo zie. Want kijk, dit wordt allemaal. Um, even kijken hoor. Ja. Ah. Produceert deze niks? Oh, dat is omdat het alleen maar hierin gaat. En ik heb hier nog meer dan genoeg van, waarschijnlijk. Um, ja, en je ziet dat dit ding echt moet wachten op kerels. Dus ik zou ook eigenlijk wel twee. Um zijn machines op kunnen aanzetten. Maar het is nou ook weer niet dat we een tekort hebben aan transportpels. Dat, dat geloof ik echt helemaal niet. Nee, zeker niet. Oké, okay, dat zijn nog veel meer dan ik dacht. Dus hoef ik niet zo snel te gaan. Maar er uh, moet wel in de nabije toekomst als we wat meer dingen gaan craften. Upgraden naar acht Machines. En er moet hier ook veel meer iron op uitkomen. Moeten we het hierboven zo nog wat uitbreiden. Um, en ik ga dus deze kant op met mijn machines. En dan moet ik even goed kijken dat ik... Ja, uh, ik moet een beetje zuinig zijn met de ruimte. Ja, het moet natuurlijk ook nog naar, uh, naar labs. Ik weet nog helemaal niet waar ik die ga doen. Um, ik denk dat ik dan misschien toch maar aan de andere kant ga doen. Uh, want dan kan ik een beetje uitwijken naar deze kant voor die labs. Want ja, de setup die daarboven is, kan ik het best even aan, aan, op de map laten zien. Of niet? Um, ik weet niet waar ze zijn eigenlijk. Ik heb ergens. Ik kan het niet kan dus zo goed zien vanaf hier. Ik ben, zo ver, al, ik ben al zo ver mogelijk uitgezoomd. Uh, ja, hier hebt ik wel tijdelijke setups. Ja, hier heb ik ze. Um, ik ga ze maar even meenemen. Want dan kan ik ze voor nu gewoon aanzetten op die rode science packs. Dan hebben we dat in ieder geval. Maar dit moet wel iets zijn met heel veel ruimte eromheen. Want uiteindelijk moeten hier nog drie andere soorten science packs op uitkomen. En ja, dan moeten we natuurlijk wel ruimte voor overhouden. Um, en ja, ik weet niet of ik zo slim ben geweest. Want ik zei. Dat hier het spoor zou komen. Dat hier een station zou komen. Maar ja, ik heb dit nu al helemaal geblokt. Met al die burner mining. Eh, met, met al die electric mining deals. Dus dan zouden we hier denk ik een loop moeten maken. Ik weet niet of dat gaat passen. Dat is jammer. Uh, dus dan zouden we misschien net zoals in locomotion. Een uh, wissel kunnen maken. Dat de trein gewoon omkeert. En dan via een wissel op het andere spoor terecht komt. Ik hoop dat dat in locomotion kan. En als het niet kan, dan hebben we een beetje een probleem. Ik zou wel proberen een loop te kunnen maken door. Ja, weet je, het is altijd lastig in te schatten hoe groot die loops worden in Factorion. Want het zijn altijd hele ruime bochten. Dus eh, ik denk niet dat dit gaat lukken. Maar ik denk dat dit wel zou lukken. En dat zou eventueel nog wel een optie zijn. Um, en wat we kunnen doen om ruimte te besparen. Het is waarschijnlijk ook iets wat ik ga doen. Uh, je kan bij stations zes inserters hebben per wagon. Per kant, per wagon. Dus je kan bij één wagon, ja, twee kanten. Dus dan kan je... En het totaal 12 inserters opzetten, 6 per kant. Maar we hebben dit nu in 4. En het is wel heel veel extra gedoe om dan ook in 6 te splitsen. Dan neemt er heel veel ruimte in. Dus we kunnen ook gewoon zeggen: 4 inserters zijn genoeg. Um, ja, het is natuurlijk veel makkelijker om dit in 8 te splitsen. En dan uh, bij 1 wagon ja, 4 per kant te doen. Dan dit eerst in 2 te splitsen. En dan vervolgens van 4 naar 6 te converteren. Dat wordt echt belachelijk groot. Dus het is veel makkelijker om gewoon 8 per wagon te doen. Dat is nog steeds redelijk snel. Uh, dan 12 per wagon. Want dat kost gewoon zoveel extra ruimte. En is die extra snelheid niet echt waard. En je zou vanaf hier ook nog makkelijk naar 16 per wagon kunnen gaan. Om nog veel makkelijker naar. Veel makkelijker dan naar uh, een veelvoud van 6 gaan. Um, nou, dit, is, dit, dit, dit heb ik gezien bij. Um, bij uh, Let's Play. En. Uh, ja, ik heb het idee dat je hier gewoon zoveel ruimte mee bespaart. Dat het eigenlijk gewoon waard is. En dat maakt het ook veel makkelijker om aan het begin stations te bouwen. Omdat je veel minder spitters en underground belts en dat soort dingen kost. En je kan ook gewoon makkelijker een station opzetten. Um, Oké, okay, maar ik was hier dus mee bezig. Ik ben een beetje afgeleid. Ik heb uh, vaste inserters nodig. Het kost even tijd om te craften, want ik heb geen van die materialen. Dus ik ga dit even regelen. Ik ga dan, denk ik, um, ja die... Die, die, die rode SciencePlex op mijn belt gooien. En dan ga ik hier maar ergens mijn lab setup doen. Dus dat we ook echt de ruimte hebben om meer labs toe te voegen. En ik zal alvast de banden goed neerleggen. Zodat we uiteindelijk um, ja, alle vier de SciencePlex hier kwijt kunnen. Oké, okay, ik heb mijn uh, dingen al. Dan kan ik in ieder geval in dit clipje nog even beginnen met craften. Zo. Uh, en nu kunnen we ook daadwerkelijk naar die uh, vier science packs komen. Dat we daadwerkelijk aliens in de map hebben. We hebben er nu nog niet mee te maken gehad. Ik vraag me af wanneer het gaat komen. Ik heb wel een groot starting area geselecteerd. Dus we moeten wel echt op de aliens afgaan voordat ze op, on op ons af gaan komen. Denk ik. Um, maar ja, als we veel vervuilen, dan zouden ze ook op ons af kunnen komen, voor zover ik weet. Dus we moeten wel oppassen. En misschien zou ik iets moeten doen aan mijn verdediging. Want ik heb hier. Ik heb hier water. Water is op zich goed. Het dient als een barrière. Maar ja, hier kunnen ze nog wel tussendoor. En ik weet helemaal niet hoe het hier zit. Of het water doorgaat. Nee, dit gaat niet door. Ik heb niet echt een map met heel veel water. Dat is eigenlijk een beetje jammer. Ehm... Um, ja, dus dit zou ik in ieder geval moeten afsluiten. En dit water kan ik ook als barrière gebruiken. Dat ik van hier tot daar afsluit. En dan weer van hier tot... Ja, hier helemaal rond. En dan hier ook een stukje water. Ehm... Um, tot nu toe heb ik nergens last van gehad, dus ik uh, ja, kan het zeker niet klagen. Uh, waar, hoe, hoe staat het ermee? Gaat het snel? Uh, nee, ze zijn vol, dus ze stoppen met craften. Nou, dan moet ik er even voor zorgen dat het op een band komt. En dan ga ik er even een goede set op maken. Misschien ook meteen met een paar extra labs, zodat het allemaal wat sneller gaat. Oké, okay, we gaan het meteen goed doen. Uh, ja, ik heb even vier machines van gemaakt, want ik vond het een beetje langzaam gaan. Um, hier heb ik even... Oh, stone zijn resources. Blijkbaar was ik daarmee bezig. Dat is gek, want, oké, okay, dat is heel raar, want ik had helemaal geen labs in uh, werking. Nou, we doen er even twee aan beide kanten. Um, ik maak nu, maak nu natuurlijk maar gebruik van één van de twee banden, maar binnenkort komen de groene science packs erbij. Maar ik ga wel vast voorbereiden met uh, insurters, dat we een longhand insurter hebben die uh, ja, ook de rode voor deze twee van ver weg kan pakken, zeg maar. Zullen we, laten we het even, oh, we hebben, er zijn drie breed blijkbaar. We, we beginnen wel even met zo'n eentje. Uh, in het midden zeg maar. Oeps. En <laughs> dat was toch alweer. En hier heb ik ook uh, vier van nodig. Um, en ik weet niet meer precies hoe ik dit de vorige keer deed. Nou we kunnen gewoon. Ik kan daar eentje doen en daar eentje. En dan vervolgens. Um, oh wacht dat is genoeg eigenlijk hè. Dat is voor deze setup genoeg. Dan zien we later wel hoe we het moeten doen. Als ik meer. Um, als ik meer labs uh, ga gebruiken. En dan doen we daar eentje daar eentje. Daartje, daartje. Nou, dat is het. Dus als ik nu op een research uh, druk, ga, dan gaan ze allemaal tegelijk beginnen. Liefst wil ik nu steel processing doen. Dus. Uh, ze gaan niet echt zien Dat zijn longen en tissurts. Dus dat is nou jammer. Maar wat we natuurlijk kunnen doen. Kijk, stel de groene science packs worden hier beneden geproduceerd. Dan doen we uh, dit. En uiteindelijk hebben we natuurlijk blauwe science packs. Die komen dan misschien. Uh, ik zeg maar wat. Die komen misschien via deze. Lijn aan van ergens hier beneden. Die komen misschien op de bovenste helft. Nou, dan kunnen we ook nog die science signspects. Die kunnen dan zo aankomen op de onderste helft. En zo kunnen we dat hier vormgeven. Maar het is volledig afhankelijk van waar ik al die andere uh, soorten sciencepects ga produceren. En dat weet ik nog helemaal niet. Dus uh, voor nu doen we het even zo. En het, is ook, het heeft ook helemaal geen zin om dit uh, zo lang door te laten gaan. Maar zo gaat het dus lekker snel: het research in ieder geval voor ons doen. Uh, ja, voor episode 3, zeg maar. En het is ook wel fijn om hier een uh, buffer chest tussen te doen. Mochten we het willen uitbreiden, dan kan dat. Ik kan hier eventueel aan deze kant nog vier toevoegen. En dan kan ik zo met een underground belt uh, het zo hierheen voeren. En ik heb er geen splitter gebruikt. Dat is natuurlijk een beetje de makkelijke manier. Uh, maar het is in dit geval niet per se slecht. Want we zullen altijd een overvloed hebben aan kopper. Uh, als het aan mij ligt, weet je. Er is echt geen enkele reden voor ons om geen overvloed aan kopper te hebben. Hetzelfde geldt voor ijzer. Um, misschien zit het wel een beetje een eenvoudige dag, want je weet maar nooit hoeveel je in de toekomst nodig gaan, ga, gaat hebben. Maar het gaat echt wel even duren voordat we uh, met dit tempo een tekort aan keerwiels gaan hebben. Dus het heeft, wat mij betreft, helemaal geen zin om het hier te splitten. Uh, we hebben echt nog een gigantische buffer in deze chest. En hij kan het prima bijhouden, voor zover ik weet. Um, als ik het goed zie. Denk het tenminste wel. Dus ik denk niet dat het heel hard nodig is om hier uh, het van tevoren te splitten in vieren. Um, dus dat is misschien een beetje simpel gedacht. Dat zal in de toekomst wel blijken dan uh, denk ik. Uh, Oké, okay, dus dit doen we even zo. Voor nu gaat het in ieder geval werken. En het kan zelfs zijn dat het een tijdelijke setup is. Maar hoe verder ik hier mee bezig was, hoe meer ik eigenlijk dacht dat het de permanente setup ging worden. Want ja, waarom niet eigenlijk? Oh, kijk, dat is al klaar. Um, laten we elektronisch doen. Laten we gewoon het rijtje afgaan. Alles komt vanzelf aan de beurt. Um, ja, nu wil ik graag de armen van de koper set afmaken. Kijk, dit is in principe al genoeg productie uh, qua koper uh, voor ons op dit moment. Want we moeten er ook nog niks mee doen. En daarvoor moet ik wel een aantal bomen weghalen. Um, en dat duurt nog wel eventjes. Um, en ik kan natuurlijk, ik heb steel processing, dus ik kan een steel axe maken. Dat zou heel fijn zijn. Alleen heb ik nog geen um, steel setup. Dus wat er nu gebeurt, er gaat hier iron heen. Maar ik heb echt wel genoeg transfer belts. Maar ja, aan de andere kant, ik heb die transfer belts nodig voor andere dingen. Dus ik moet er wel een toevoer bij houden. En dan, ja. Ik ga denk ik, ik ga het even anders doen. Uh, hoe ging het ook alweer? Ja, laten we wachten tot we hier vier stacks van hebben. Weet je hoe het gaat duren? En ja, dan hebben we er 200. Dat is echt wel genoeg voor een tijdje. Dan kan ik, dit, uh, kan ik dit stoppen en dan kan ik hier ijzer van aftappen. Dan gebruiken we dat gewoon voor staalverwerking. Dat is niet heel veel, maar we uh, moeten in de toekomst dan maar uitbreiden. Um, wat we in de toekomst zouden kunnen doen. Ja, kijk nu. Uh, hebben we twee banden nodig voor die gear wheels? Nou, in de toekomst hebben we de productie misschien wel zo erg vergroot hier dat we nog maar één band nodig hebben. Dat één band al genoeg is, dat die al vol genoeg zit. Dus dan kunnen we een andere band hier ook op aanzetten voor st uh, ja, uh, staalverwerking. Uh, Hoe ver zijn we? Nou, het gaat redelijk snel. Oké, okay, dus dit moet ergens heen waar we ruimte hebben voor staalverwerking. Nou, uh, als, als we hiermee klaar zijn. Dus ik denk dat ik, ja, hier ergens komt een station, een groot station. Ehm. Um, dus ja, waar moeten we heen eigenlijk? Ik kan denk ik het beste naar beneden gaan. Ik heb dit stone al een beetje opgegeven eerlijk gezegd. Ik heb zoiets van ja, ik zoek wel ergens anders naar stone. want we hebben hier wat en daar wat en daar wat en daar wat. En daar wat. Dus, dus het komt echt wel goed. En dit, het komt gewoon even. Het is een heel groot, mooi, een mooie plek, een heel grote mooie plek en zo. Dus eigenlijk zonde. Maar omdat ik zoveel stone om mij heen zie, denk ik dat het wel oké okay is om het te laten zitten. Um, Kijk, dit, hier komen we ook echt al redelijk ver met al die kleine plekjes. Moet ik wel even lopen. Maar ja, het is gewoon. Het zou heel erg zonde zijn om dit open te moeten laten. Want dit is juist waar ik de kopper wil doen. En ja, ik wil de kopper ook niet aan die kant doen. Want dan heb ik weer heb ik echt. Een, 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 um, dat is onhandig voor het craften om kopper en Ironil samen te krijgen. Um, dus ik hoop dat het later allemaal. Um, ja, goed zeg maar ze vruchten afwerpt. Want ik weet nog niet allemaal. Niet hoe het gaat worden allemaal. Ja. Um, yeah. Oké, okay, dus ik weet even niet waar ik was gebleven. Um, oh ja, st uh, staalverwerking. Ja. Waar gaan we heen? Kijk, hier beneden. Hier krijg ik kopper. En over het algemeen hebben we minder koper nodig dan iron. Maar ja, op een gegeven moment ga je steeds meer advanced, advanced circuits produceren. En speed modules en dat soort dingen. En dan ga, ga je toch wel snel door je koper heen. Omdat je snel door je electronic circuits heen gaat. Dus we moeten toch echt wel rekening mee houden. Dat we uiteindelijk al die furnaces voor al die vier armen nodig gaan hebben. Ja, in de verre toekomst. Dus tot hier moeten we vrij houden. Ik had hem nog verder vrij kunnen houden. Maar ik, ja. ik, uh, Hoeveel zou hier passen? Ik denk iets een stuk of 10 electric furnaces. En Dan heb je de onderkant. Dus dat is 20. En dan heb je vier van die armen. Dus dat, dat, ja, dat zijn 80 uh, furnaces. Dus ik denk echt wel dat dat genoeg is. Um, dus we bouwen het in ieder geval tot hier door. En ja, kijk, hier gebruik ik de ruimte toch niet. Alleen die bomen. die kunnen we weghalen. Dus dan kunnen we het uh, altijd nog bij de onderste drie armen doortrekken tot ja, hoe ver we dan ook willen. Um, als dat nodig is. Ja, dus ik wil eigenlijk het liefst een steel X alvast even maken. Uh, maar daarvoor hebben we steel nodig en dat heb ik nog niet. Ik kan wel even snel wat in een um, furnace gooien, maar ik zou het graag ook alvast automatisch willen hebben. Dus ik ga dit denk ik gewoon doortrekken. Um, ja, ik denk dat ik er het beste deze kant mee op uh, kan gaan. Want hier hebben we nodig voor copper processing, dit hebben we nodig voor het station. Dus ik denk dat ik het beste deze kant op kan gaan. Laat ik dat maar gewoon proberen. Oké, okay, dit is even onze stijlfabriek voor nu. En ik hoop dat dit een beetje uitbreidbaar wordt. Um, ja, ik heb weer één arm. Die kunnen we natuurlijk zo lang maken als we willen. Maar ja, ik heb hier maar alvast een splitten gedaan. Voor de mogelijkheid voor een tweede arm. En als we dit allemaal een beetje terug naar achteren trekken, is er ook zelfs mogelijkheid om dit in vier te splitten dat we vier armen hebben. Um, mocht dat uh, nodig zijn. Ik heb alleen. Beneden niet heel veel ruimte, dus dat is eigenlijk een beetje suf. Uh, dat zie ik ook eigenlijk nu pas. Dus ik denk dat we het helaas bij twee armen moeten houden. Niet dat het weinig is. We hebben alsnog um, ja, het is alsnog beter dan alle uh, iron plates op één uh, belt gooien. En ja, nogmaals, ik ga er gewoon vanuit dat we in principe genoeg ijzer hebben. Dat is misschien heel erg optimistisch, maar ja, zolang we gewoon de band volhouden, is er ook niet echt noodzaak om te splitten. Oké, okay, we hebben geen power bij deze inserter, dus dat is niet handig. Um, het enige waar ik nu staal voor nodig heb is een steel axe. Uh, dus dat is een beetje overdreven om dit hier allemaal daarvoor te bouwen. Maar in de toekomst gaan we toch zo'n setup nodig hebben. Dus die heb ik nu. Dan kan ik lekker snel bomen om gaan hakken. Um, en dan kan ik hier verder met mijn koper setup. En dat ga ik grotendeels of camera doen. Oké, okay, de kopermijn is ongeveer af. Uh, ik heb een paar armen. Ja, even kijken. Ik, ik moet nog een vierde arm. En ik heb hier al in totaal vier outputs. Uh, dus we hebben hier die boze output. Dat is dus eigenlijk een halve. Uh, ik ga het gewoon direct naar de rode science packs laten gaan. Uh, dus het lijkt toch een meer permanente setup te zijn dan, eerst, dan ik eerst dacht. Um, omdat ik denk dat zo'n halve setup een goede hoeveelheid is voor de, um, voor de rode science Packs. En we kunnen natuurlijk altijd nog, als we dit uitbreiden. We kunnen ook nog een beetje de rechterkant op, op uitbreiden, kunnen we er ook nog een deelje van afsplitsen en hierheen voeren. Het idee is dat. Ja, hier komt. Um, ik denk hoor. Ja, er komt uiteindelijk nog een uh, band terecht. Die heb ik hier al een stukje van gemaakt, maar die is nog helemaal niet bedekt. Dat um, komt nog. En het is misschien wel handig. Um, oh, wacht. Door die buffer chest heb je wel natuurlijk dit effect. Ja, dat is jammer. Door die buffer chest wordt het wel... ...zogenaamd dat het meteen weer... Um, ...dat het niet meer aan beide kanten van de band zit. Dat is op zich jammer. Uh, dat kunnen we natuurlijk wel weer oplossen met zo'n klein apparaatje. Um, is het is mooi zo. Maar ik heb hier nu vier banden naast elkaar, dus dat is dan heel gehandeld. Dus ik ga dat denk ik oplossen met zo'n apparaatje als het nodig is. Kijk, dat heb ik hier ook gedaan. Uh, hier ben ik het pas dubbel gaan leggen op de band. Um, ja, toen ik er ruimte voor had, zeg maar. En dat is ook handig. Ooit oh, trouwens voor de staalproductie haal ik, ik, tap ik hier wat cola af. Ik heb er geen apart uh, scheiding hier gemaakt, want we, ik, ik vond uh, acht banden al een beetje genoeg. Uh, hebben we er 8? Ja, we hebben er 8, als het goed is. Dat was de titel van de vorige episode. Ja, ik heb het hier maar gewoon afgetapt, want dat werd een beetje belachelijk. Een klein beetje. Um, hoe is het ermee? Hoeveel? Uh... Oh, 168, maar het valt echt heel erg tegen. Maar ja, het gaat gewoon heel langzaam met Stone Furnaces. Dus dat is gewoon nogal wennen. Het gaat echt heel langzaam. Uh, we willen natuurlijk op een gegeven moment een nieuwe Steel X. Ik zal er even hier wat van pakken. Want ik ben zoveel bomen aan het omhakken. Ja, hier heb ik wat gedaan. Uh, hier heb ik wat gedaan. Het lijkt niet veel, maar ja die bomen staan heel erg dicht op elkaar zoals je ziet en dat kost best even tijd. Dus dat is ook de reden waarom ik het niet verder heb uitgebreid. Er zijn gewoon zoveel bomen in de weg. Ja, hier zie je ook al bijna niks door de bomen. Dus dat ga ik later doen als ik het nodig heb. Ik heb wel gewoon voor gezorgd dat we alvast de band hebben. Uh, dus die ruimte is ervoor zeg maar, om later die uitbreiding toe te voegen. Uh, dat is deze band. Ja, hier kunnen we dan met één of twee banden naar een station gaan. Het leek me logisch om het station zeg maar hier te hebben. Dus je hebt hier bijvoorbeeld, stel deze twee banden gaan naar het station. Ik zeg maar wat, hier die splitter en hier het station. En dan kan je hier gewoon rails weg. moet ik wel het boom weghalen, maar dan is het tenminste lekker ruimtelijk. Um, ga ik hier misschien ook wel doen als het niet lukt om het station hier tussen te proppen. Het wordt toch wel heel krap denk ik. Dus pak ik gewoon twee van die banden, uh, sleep ik dat hier naartoe. En dan doen we daar gewoon een station. En dan heb je ook één rechte rails. Anders zou je hier in moeten en dan moeten keren. zou heel gewoon handig zijn. Dus makkelijk om het gewoon in één rechte lijn te doen. Als we uiteindelijk daarbij komen. Uh, het is echt heel hoog tijd dat we deze, deze automatisch gaan produceren. Dus ga even kijken naar de stappen die we daarvoor moeten doen. Eerst elektronische circuits. En we moeten gear wheels hierheen halen. Nou, ik denk dat ik deze twee gewoon ga pakken. Uh, of één. Nou, nah, we hebben misschien wel twee. Um, twee estending machines aan gearwheels ervoor nodig. Want ik heb voor. Voor een insert heb ik een gearwheel nodig. En. Voor het science Oh nee, voor het science zelf niet. Maar ja, we hebben Transfer belts nodig. En daar gaat ook weer een gearwheel in. Maar. Die produceren we al. Dus dat is dan fijn. Uh, die Transfer belts moeten we wel nog. Hierheen halen. Hè? Dat is minder fijn. Um, ik denk dat ik gewoon hier. Ik denk dat ik gewoon een belt zo ga doen. Dus uh, ik leg hem hier neer, dan doen we dit. Nou, waarschijnlijk doe ik dit. Dat ik, want hier kan ik natuurlijk niet onderdoor, dus te, te grote afstand. Dus. Uh, nou, weet je, ik ga het nu al even neerleggen meteen. En ik heb hier twee buffer chests. dat is helemaal prima. Want we hebben ook gewoon heel veel transfer belts, dus dat is hard nodig. Oké, okay, zo. Dan leg ik hier een uh, belt neer. Dan gaan we hier naar beneden? Ik hou het lekker zo open mogelijk. Uh, oh, wacht, die heb ik natuurlijk al. Daar heb ik heel veel van automatisch geproduceerd. Um, en dan gaan we hierheen. En dan, ja, ik ga het gewoon iets meer ruimte nemen dan nodig. Zo. Dat heb ik um, hier ergens. Ja, hier heb ik dat ook gedaan. Gewoon een klein beetje ruimte. Kun je daar nou altijd nog een electricity pole doen of iets anders? Of een lamp, weet je. Houden gewoon iets meer ruimte over voor de toekomst. Oké, okay, dus dat komt dan hier aan. Uh, aan uh, gerold. Ik ga nog wel even een, uh, ja, splitters produceer ik nog niet automatisch. Zouden we ook kunnen doen, maar ik weet niet hoe hard dat nodig is. Um, ja, als we echt dingen gaan doen met stations en balancers, dan is het misschien wel hard nodig. Oh, dat moet eigenlijk aan de andere kant. Beetje dom. Uh, in dat geval ga ik het hier doen, want hier heb ik eigenlijk veel meer ruimte ervoor. Dus doen dat, dan is het ook lekker allemaal verdeeld, maken we optimaal gebruik van die band. En dat is natuurlijk een beetje een maffe setup eigenlijk. Maar ja, ik had gewoon deze volle chest al. Dus daar kan ik nu geen kant meer mee op eigenlijk. Uh, ja, dus zo ga ik dat nu even doen. Ik ga even kijken welke van deze banden we gaan nemen. Uh, aangezien dit allemaal gereserveerd wordt voor de treinlijn... Ehm. Um, ik weet niet hoe die lijn verder zal gaan. Maar ik weet in ieder geval dat hij hier nog recht door moet gaan. Want hij moet hier nog de ijzer oppikken. Te zien dat hij hier opeens gaat afwijken. Dus gaat hij recht door. Dat betekent dat het niet slim is om dat hier allemaal te gaan doen, die setup. Dus dan kunnen we denk ik beter hiermee naar beneden. En dat betekent waarschijnlijk dat ik. Um, ja, ik ga dit meenemen. Gaan we hier ondergronds, daar ondergronds. En dan gaan we het hier ergens doen. Ook al is hier. Heel veel bos. Dus dan moet ik maar even hout gaan hakken, denk ik. Oké, okay, voor een dan ik circuit hebben we een iron plate en een copper kabel nodig. Nou, drie kopper kabels. Ik weet niet zeker hoe goed dit gaat werken. Uh, maar ik ben wel benieuwd. Even kijken, heb ik dit een beetje. Ja, nou, dit is een beetje gek eigenlijk. Dit staat niet, uh, is niet helemaal symmetrisch. Uh, ik zet hem even hier neer. Ja, ik ga even wat anders proberen. Ik ga proberen direct van. Um, van de chest, waar de copper cables in uitkomen, over te gaan naar de sending machine voor van uh, de circuits um, Ja, ik ga het even proberen. Ik weet niet zeker, want uh, ze, ze hebben er wel drie voor nodig. Maar ik vraag me af hoe goed of hoe fout het gaat. Want ik zie dit soort setups best wel eens uh, gebruikt worden. Maar um, het is wel de vraag of de verhouding van de ascending machines dan wel uh, ...gaat kloppen. En je ziet dat dit het net kan bijhouden. Eigenlijk hebben we nu al stack servers dus nodig. Ja, of die buffer-chest moet gewoon weg. Uh, dat kan ook. En ik heb hier nog wat balancers. Om te zorgen dat het over de banden verdeeld wordt. hier hebben we gewoon splitters. Dus ik heb nu vier sending machines. is er ruimte om het uit te breiden. Deze splitter tot acht. En dan kunnen we zelfs acht sending machines met copper kabels hebben. Uh, en dan zouden we verder moeten komen. Nou kijk, nu hebben we natuurlijk een aardige backup. Dus nu zou het prima moeten gaan. Maar ik weet niet zeker of... We, uh, of, of, dit wel, of, of dit allemaal goed gaat. Normaal zou ik het op een band doen en dan meteen in de andere machines doen, of eerst nog splitten en dan pas in de andere settingsmachines te doen. Maar ja, kijk, nu is het al gesplitst. En om het dan allemaal samen op één band te doen, is dan misschien wel een beetje zonde. Dus ik ga eerst even kijken hoe goed of hoe slecht het gaat zonder dit eerst her te verdelen. En dan is het misschien later wel, wel nodig om her te verdelen. Maar ja, laten we dit wel een keer goed doen. Dus dan hebben we Electronic Circuits geautomatiseerd. En daarna ga ik wel helaas de episode afsluiten. Dus we zijn er nog net niet. Maar we hebben eigenlijk alle ingrediënten wel. Want met de Electronic Circuit kunnen we uh, heel makkelijk in de shirt automatisch craften. En de Transport Belts, die hebben we natuurlijk al. Dat is ook een best groot deel van het proces. Die kunnen we hier gewoon naar beneden brengen. Nou, hier ergens uiteindelijk. En stel, we hebben hier een paar sending machines voor um, uh, green science specs. Dan brengen we dat zo gewoon lekker naar boven. En dan kan het uitkomen op de onderkant van deze band. Moeten we even even ondergrondschalen daar uitkomen? Uh, zouden we bijvoorbeeld iets van. Uh, even kijken hoor. Zoiets kunnen doen. Oh, dan zet die het op de verkeerde kant. Dat is niet de bedoeling. Nou, daar verzinnen we vast wel iets op. In ieder geval dat het ook niet. Uh, uh, dat het geen interferentie heeft met deze onderste band. Want dat is voor de, voor de blauwe en uh, groene science packs. Laten we het wel bij elkaar houden. Dus ik ga het even proberen. Ik heb er al uh, iron naar beneden gehad. Ik heb het gewoon even van deze band afgesplitst. De band die naar de transfer belts gaat. Um, die gebruikt toch niet heel veel iron. Um, tenminste, nu niet. Nu is die chest vol. Maar ja, we gaan die transfer belts natuurlijk ook gebruiken voor de science packs. Dus dan raakt het weer leeg. En ja, moeten we even kijken. En anders moet ik hier gewoon een productie verhogen. Dat moet ook binnenkort gebeuren. Ik heb trouwens... Um, Extra steam engines toegevoegd. Ik heb er nu 8 blijkbaar. Ik dacht dat ik er 10 had, maar blijkbaar kan ik niet tellen. In ieder geval is het nu genoeg stroom voor een tijdje, maar ook niet heel lang. Oké, okay, ik moet zeggen dat het echt allemaal puur toeval was dat dit lukte. Uh, nou, hier komen we dus aan met de iron. En hier kan ik een insert plaatsen. Ik kan die zelfs ook hier doen als het goed is. Ik geloof dat het gewoon werkt met de ja, uitgangjes van Andy belt We zijn al dus een goede voorraad aan het opbouwen. Uh, dus we kunnen nu nog niet echt testen of we het bijhouden met de kopperkabels Ja, want we, echt, echt, uh, we hebben echt uh, iets van 10 minuten gehad om hier iets op te bouwen. Dus niet echt een goede test, maar we kunnen het wel testen. Ja, en hier komt hij er weer net bovenuit met die Underground belts. En dat is echt allemaal puur toeval. Ik heb het niet gepland. Ik had hier toevallig twee broekjes en ruimte tussen de chests. En toen paste dit toevallig. Kon Ik hier precies twee en doen Voor de twee middelste. En hier voor de laatste zitten we eentje aan het uiteinde. Dat werkte allemaal heel toevallig. Um, en het was heel makkelijk tot nu toe. Maar dan is het de vraag of het ook daadwerkelijk uh, allemaal een beetje snel produceert. Um, Oké, okay, hoeveel lang moeten ze wachten? Oké, okay, vrijwel niet. Ik zou op zich wel... Ja, ik denk dat dit het wel waard is. Kijk, je, voor een fractie van een seconde heeft het geen elektronic circuit. Um, maar ja, om nou eerst alles te gaan... Uh, alles op een band te doen. En dan weer alles te balancen. Ja, dat is ook wel echt een heel groot gedoe. Nu is het gewoon in één keer netjes verdeeld. En het ding is ook, waarom zou je het op een band leggen, die copper cables? Het, het, ja, het enige waar we ze voor gebruiken. Zijn uh, electronic Serges. Dus weet je, ik vind het wel prima zo. En als ze uiteindelijk wat snellere. Uh, als we stack insurgus hebben dan. Um, ja, want ja, de, wat ze nu tegenhouden, dat zijn de insertus. Dus als we stack insurters hebben, dan zou het misschien wel nog een stuk efficiënter kunnen werken. En dan kunnen we nog kijken. Of um, ja, deze misschien Machines het allemaal kunnen bijhouden. Het zijn trouwens al twee Sandy Machines. Had ik niet verteld, maar dat had ik geresearched. Uh, nou, ik hoop echt zo snel mogelijk uh, aan de gang te kunnen met. Oh, kijk, dat kunnen we nog researchen met uh, alleen maar uh, rode science packs. Dat gaat lekker snel nu. Um, ja, ik vind dat het best wel lang duurt voordat wij de goede science packs komen. Maar ja, ik probeer ook meteen een goede setup te maken. Hier is al meteen veel georganiseerder dan wat we uiteindelijk hadden bij uh, de vorige map. Dus ja, wat we eigenlijk nog moeten doen. Volgende stap. Ja, kijk, dit moet wel op een band komen. Want we hebben sowieso. Er zijn zoveel meer toepassingen waar we eigenlijk van de circuits voor nodig hebben. En dit moeten we dan ook al snel uitbreiden naar machines hier en, en machines daar. Om uh, ja, het een beetje bij te benen. Dus dit moet, komt sowieso op een lange band uiteindelijk. En. Uh, ja, of ik laat het naar boven komen, dat kan ook. Nou, ik weet het, ik laat het denk ik gewoon naar beneden komen, daar hebben we de ruimte. Dan moet ik wel wat bomen weghalen. Maar ja, dat moet dan maar even. Dat is het nadeel van zo'n man. Het is op zich wel mooi. En je krijgt veel hout. Niet dat we er veel aan hebben. Um, ja, dan kunnen we een deel afsplitsen. weer naar een station hier ergens. Aan de hoofdlijn, zeg maar. En we kunnen een deel afsplitsen om meteen te gebruiken voor... Um, inserters. En ja, ijzer halen we hier vandaan. Dat voeg ik nog waarschijnlijk samen met een van die gearbanden. En ja, dan kunnen we een inserters craften. En zoals ik zei, de danceboard belts hebben al die hoeveelheid naar beneden te brengen. En dan hoop ik... Um, ...het redelijk compact te kunnen doen. Uh, in het ideale geval zou ik hier een rij... ...inserters um, hebben... ...met... Um, ...met groene science facts. Maar dat gaat denk ik niet helemaal lukken. Dus ik zou dat verder... Nou, verder uh, terug kunnen brengen. En ik denk dat ik dat ook gewoon maar ga uh, doen. Want ik kan hier ook nog wel twee uh, extra furnaces kwijt. Dus dan zou ik er hier vier hebben. En dan kan ik hier nog wel zes. En dan kom ik ongeveer hieruit. Dus ik kan denk ik best nog wel een beetje terugbrengen. Heb ik toch nog per arm tien furnaces. Wat ook al redelijk overkill is, denk ik. Um, uh, dus ja, dat is nog als voor deze episode. Uh, ik. Um ik ben heel benieuwd wat deze map gaat worden. En ik moet zeggen dat het wel echt wel een stuk beter gaat dan de eerste map. En uh, ik kan al bijna. Vrede. Ja. Engine Unit. Waarschijnlijk een van de eerste dingen die ik ga researchen. Als ik groene science packs heb. En dan kunnen we onze weg werken naar uh, treinen. Uh, maar dat komt allemaal later wel. Dus ja, dat is het alles voor nu. Tot de volgende episode.